Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Robbe en vandaag gaan we een nieuwe game mode spelen. Ik denk ook dat dit een nieuwe game mode is. Ik heb die al sinds nog nooit gespeeld. Het is uitschakeling. Ik weet niet wat inhoudt, maar ik ga gewoon met een Shelly erin gaan en ik hoop dat ik geen trofee kan verliezen, anders is dat best wel kut. Fuck. Ik kan waarschijnlijk wel trofeeën verliezen, want... Het was met 10 spelers, maar oké. Dan ga ik niet even het eerste potje niet met Shelly. Ik ga gewoon met hem... Oh ja, deze game mode. Ik ga gewoon met Jesse in. Oh ja, dus je kan krachtpunten pakken. Maar je moet proberen zoveel mogelijk damage te doen aan de robot. Ook, kunnen we elkaar ook killen? Oh, oké. Okay. Dit is leuk. Dit is wel een leuke game mode, maar ik denk niet dat mijn Shelly hier heel pro in gaat zijn. Dan was Jesse misschien niet de... Voor damage was Jesse misschien niet de beste knokker. Immune. Ga even nu immune weg, vriend. Wanneer is hij weg met immune zijn? Hallo. Vriend, wanneer is hij immuun gedaan, hè? Maar nu wel... Ja, daardoor kon ik geen damage doen en nu kan ik verliezen. Top. En ja, net als ik dood ben, is immuun gedaan. Logisch, hè. Heel logisch. Brawl Stars Pro Game nu. Stek 8e. Dan ben ik gespant en is hij weer immuun. Ja, fuck deze shit. Dude, fuck deze shit, I'm out. Oh, er staat een timer naast zijn naam, hoe lang die nog immuun is. Oké. Laat me op zijn minst een beetje damage doen. Jee, dan gaat hij daar en gaat hij weer immune worden. Ik ben hier een beetje damage aan het doen. Nice. Nu is hij weer immune, moet ik gewoon even blijven leven. Voor 20 seconden. En dan kan ik daarna weer hopelijk een beetje damage doen en dan... Ja, stek. De goal is gewoon 5e blijven. Dan krijg ik hopelijk geen min trofee. Maar dus ik wist eerst niet hoe die game mode werkt, maar nu ja, weet ik het wel een beetje. Nee, je gaat mij niet killen net voor het immune gedaan is, hè. Jij vuile rat. 6e krijg ik daarvan plus of waarschijnlijk min 1. Son of a beep. Oké, ik denk dat Colt hier wel goed in is. Nou, Colt doet best veel damage, dus ik neem even Colt hiervoor. Ja, ik zat vast in een loading menu, dus ik moest opnieuw opstarten en... Oh. Wacht. Heb ik nu min 6 gekregen? Of had ik al gewoon 218 met Colt? Ik weet niet, moet ik even terugzien in de opname of ik min heb gekregen of niet. Want dat weet ik zo niet van buiten. Hoezo? Hoezo? Hoezo killt een Colt? Hoezo killt een Jesse een Colt? Hoezo? Bullshit. Bullshit guy. Dit is gewoon de dikste bullshit ooit guy. Ren. Oh, ik sta eerste. Oké, ik laat me... Eigenlijk was het zin normaal als ik me gewoon had laten doodgaan. Had ik... Daarna weer veel damage kunnen doen. En dan te kunnen respawnen met full AP. Oké. Ik denk gewoon dat ik ga ingaan zonder powerpoints. Of krachtpunten, hoe je dat wil noemen. Nee, Colt, laat mij ook damage doen. Oh ja, net als ik mijn gadget gebruik, zit hij immuun aan. Top. Top. Heel top. Waar is, daar zit die zit een beetje beneden. Oh, please, kom even dichtbij. Nee, ik wil gewoon damage doen aan de bot. Mag dat niet of zo, Lien? Kijk, mijn Colt is ik denk dat Colt hier wel een goed mannetje voor is voor deze game mode. Dus we gaan even een paar keer met Colt nog spelen. Boel ofzo doet ook veel damage, maar die kan alleen op close veel damage doen. Dus ik denk niet dat Boel heel goed gaat zijn. Maar dan heb ik nog een vraag. Wat zou een betere strategie zijn? Gewoon heel veel krachtpunten in het begin pakken en dan iedereen gaan pakken. Ik bedoel niet iedereen pakken, maar veel damage doen. Of gewoon altijd mijn paar krachtpunten naar de bos gaan en dan ja... Zo een beetje damage doen. Nee, schiet niet op mij, rip. Kijk, ik had mijn gadget misschien net iets te vroeg ingezet, maar oké. Het is niet erg. Ik moet hier even surviven en dan heb ik 3 krachtpunten. Dat is denk ik wel goed. Want de boss is nu toch immuun, dus ik had daar toch niet meer zoveel extra damage kunnen doen.
pak even dit. En dan ga ik naar de baas weer. Ik weet niet waarom ik altijd bos in het Engels zeg, maar... Oh, dat was een hele domme fout. Van mij dan. Niet van hem. Van hem was goed. Maar nu heb ik mijn super verspild, al mijn krachtpunten kwijt. En het duurt weer heel lang eer dat ik damage kan doen. Dat was een hele domme fout. Ja, ik sta tweede. Ik ga waarschijnlijk zakken naar derde. Kom op, doe damage. Immune. Kut. Liefst van mij niet aan. Ik ben gewoon een cold met één die hier aan het chillen is. Ja, Edgar, dat gaat niet zoveel doen. Ik denk dat dit de laatste psycho gaat zijn dat we hem gaan kunnen hitten en dat gewoon hem dan, en dat de boss dan gewoon gekilled gaat zijn door mensen. Dus ik ga even hier weg. Om een beetje te regenen. Nice. Oké, ik sta weer twee, dus dat is chill. Zo, hierin kunnen we Colt echt wel lekker pushen. Colt is echt wel een goede knokker voor deze game mode. Dat heb ik nu al heel vaak gezegd, maar het is gewoon zo. Het is gewoon een fact. Een feit, dus. Hallo, meneer de baas. Wilt u naar mij toe komen, zodat ik veel damage op u kan aanrichten? Dank u, meneer de baas. Ah, boze Amber. Maar ik heb best wel veel damage gedaan, hoop ik toch. En nu zijn immune voor 20 seconden. Dus heb ik tijd om naar de baas toe te lopen. Laat me gewoon weggaan. Jesse, laat me gewoon weggaan. Dank u dat ik mijn super een beetje heb mogen laden op u. Vind ik heel vriendelijk, maar nu moet ik zo snel mogelijk naar de baas. Nee, niet schieten op mij. Dank u. Wat? Nee, dat was niet de afspraak. Mr. Bos, dat was niet de afspraak. Oh, oké, dit is wel de afspraak. Nee, en dan vliegt hij juist, gaat hij juist zo weg wanneer ik mijn gadget gebruik. Eigenlijk, ik kan hem killen voor 2 krachtpunten. Waarom niet? En ja, je gaat zien nu als ik daar weer ben, gaat hij immuun weer hebben. Please, laat me een beetje damage doen op jou. Nee. Nee, maar ik zit hier vast. Rip. Het was misschien slimmer om een langzaam krachtpunt te lopen in plaats van eromheen te lopen, maar oké. Nice, we zijn eerste, boys. Oké, ik denk dat ik nog één potje ga spelen en dat ik dan de video ga afsluiten. Als we dit potje gewoon minstens derde wordt, hebben we Colt op 550. Dat is denk ik wel een goed moment om af te sluiten. Dat is waar we voor gaan, minstens derde plaats, maar ja, hopelijk zal het wel lukken. Oké. It's all about humanity. Ja, daar was ik even heel scheef. Oh, dat is kut. Nu zit ik al best wel veel achter in damage en ook, want ik heb nu 0 krachtpunten. En die bos vliegt ineens naar de andere kant van de wereld. Ja, kill die Ems. Nou, de Ems was niet gekilled, maar nog steeds. Oké, hopelijk kan ik hier nu een beetje damage doen. Kijk, ik ga 2 dus. Iets. Oké, ja. Ik ben dit aan het zakken. Matig. Nu ga ik zakken naar 5e binnenkort. Oh, laat mij damage doen. Kut, immuun. Nu moet ik gewoon even die 20 seconden overleven. Ik ben hier... Andere Colt, ik ben hier echt niet. Ik ben hier echt niet. Nee! Nee. Nu ga ik respawnen aan de andere kant van de map, dat ga je zien. Ja, was ik.
Ik laat jouw leven, jij laat mijn leven. Deal. Jee, nu moet ik weer een hele nieuwe immune cycle uitwachten. Dit is heel top, dit potje. Heel top. Nee. Ja, ik ga misschien waarschijnlijk zelfs nog zakken naar zesde. Heel matig. Zolang ik niet zak naar zesde vind ik het goed. Oké, vijfde krijg ik plus 1 of zo. Plus 2, oké. Dan hebben we net niet de goal gehaald. Maar ja mensen, dan ga ik hier de video afsluiten. Als jullie de video leuk vonden, vergeet dan zeker geen like te geven. Abonneer op mijn YouTube kanaal en dan zie ik jullie in de volgende video. Daag!